Dan krijg je het ook uitslaan. Ze wordt helemaal blij. Het is leuk, hè? Zij toch dat puppy mist heel erg. Of dat hondje waar ze mee gevonden is. Ja. Ik zeg het vaak. Ik wou ze met Chico wilde dit niet. Want wij gaan veel op huisbezoek. Hè? Ook voor andere honden van Marien, van andere stichtingen. En ik zeg het vaker. Veel van deze dieren hebben altijd gesporven over de aarde. Zijn nooit alleen geweest. Wij waren laatst, dat was ook zo'n mooi verhaal. Toen waren we bij een hondje. Dat hebben wij zelf meegenomen uit Spanje. En dat hondje is naar Marien gegaan. Het is te gek geworden. Ja, nou is ze happy. Want maar Niki, ze hebben een maatje nu. Ja. Maar dat vindt het ook leuk. Het is dat, Dolly. Waar is je vriendje? Ja. Ja, daar wat heb je het. Oh, wat nou, Niki wordt er ook helemaal blij van. Ja, oh. Kijk eens. Ja. Oh, god. Oh, dan worden ze heel tu, hè? Ja, leuk. Ja. Dit is mooi, zeg. Oh, kijk, ik had even een liefdesbetuiging. Dat was voor Rafa heel wat, hoor. Dat is ook een klein opmuntertje, die kleine Rafa. Kijk of je niet wegglijdt. Nee. Moet ik even een deken neerleggen. Een meisje. Oh, korte poppen. Ik heb zo laat geklimmen, hoor. Ja. Dat doe je goed. Hoi, kleine pop van me met het mooiste kopje van de wereld. Hey. Ja, wat een vracht heb ze gekregen, hè? Dat lijkt me een boltjes. Dit hondje, dat op Schiphol geen niks had en olievlekken. En het is dat deze schoonheid, dat is mooi. Je weet je. Ja, maar nu is de eerste keer dat er ondervacht ook goed is, hè? Dat zei de arts, je kijkt nu naar de huid. In het begin was dat, nu kijk je echt naar de huid. Kan ze hier nou afspringen of moet je haar daarmee nemen? Maar dat gaat hier niet goed, dit hoor. Dit is mooi, Michiel. Nee, dat gaat hier niet goed. Dat klapt haar achterpoot weg. Dus meestal zet ik er even, dit vindt ze dan leuk, maar... Dat loopt ze erbij, maar raar. Ik blijf alleen bij de zitten. Thea, in de gang liggen een paar matten. Gooi me even hier neer. Oeh, oeh. Ja. Dan ga je maar.